vragen. Jongeman, wie hebt u gezien op de moordplaats op de Fruitlands? Het was een groot en die was een beetje heelachtig. Groot en heel, Ik denk dat enkel hier, zou het die zijn? Ja? Wie is dat? Meneer de Banaan. Meneer de Banaan, oké. Okay. Kijk, ik had dat hier in mijn boekje geschreven. Meneer de Banaan, hij zou dat gedaan hebben. Oké. Banaan. Super. Oké, dank u wel. We gaan dat hier in ons onderzoek stoppen. En we gaan zien wie dat goed gedaan heeft. Dank u wel. We hebben de tweede getuige gevonden om te kijken wie hier nu de moord heeft gepleegd. Mevrouw, u was erbij tijdens de moord. Wie heeft u gezien? Ze waren met veel en ze waren groot en ze keken een beetje verdrietig. Ja. En ze waren groen. Ze waren groen. Ja, we hebben hier twee kandidaten, maar ze waren met meerdere. Dus waarschijnlijk de druiven, of niet? Ja, correct. Ja. Oké, okay, kijk, ik ga dat hier noteren in mijn boekje. De druiven. Ja, ze hebben het gedaan. Mogelijks, ja. Druiven. Oké, super. We gaan nog iets laten weten van het onderzoek. Dank u wel om mee te helpen. Wij gaan verder op onderzoek. Derde getuige gevonden. Jonge meid, jij was erbij toen er iemand werd vermoord in de fruitschaal. Kan je zeggen hoe dat die persoon eruit zag? Hij had rode wangen en een pijp in zijn mond. Rode wangen en een pijp in zijn mond. Wie van de verdachten zou het dan zijn, denk je? De appel. De appel. Ja. Kijk, ik zal dat hier in mijn boekje opschrijven, dat de appel het gedaan heeft, of jij hebt de appel het zien doen. We gaan dat noteren, of het is genoteerd, en we gaan verder met ons onderzoek. Dank u wel, jonge dame, om ons te helpen, en hopelijk vinden we de moordenaar. De vierde getuige gevonden die erbij was bij de moord. Jonge dame, weet je iets over wie het gedaan heeft, wie je gezien hebt bij de moord? Had hij een bepaald kleurtje? Oranje en een bril. En wie zou dat dan zijn? Kan jij hem eens aanduiden hier op ons bordje? Ah, meneer de appelsien. Kijk, ik had dat hier in mijn boek geschreven. Dat meneer de appelsien dat heeft gedaan. Oké, super om mee te gaan met ons onderzoek. Kijk, ik ga verder op onderzoek wie het kan gedaan hebben. Dus dank u wel. We hebben hier onze vijfde getuige gevonden. Meneer, u was erbij toen de moord gepleegd was. Kan u eens zeggen wie hier precies was of hoe dat hij eruit zag? Nou, hij zag er een beetje groen uit. Groen, nee, ja. Groen. En iets van vorm of? Ja, zo redelijk wel opgezwollen. Opgezwollen, ja. Ik denk wel dat die persoon er kan. Ja, meneer De Peer. Kijk, ik ga dat opschrijven in mijn boekje. Dat meneer De Peer kan zijn. Ik ga dat onderzoeken en we zien wel eens of dat De Peer is. Heel dank. Heel vriendelijk bedankt om mee te doen aan het onderzoek. Graag gedaan. En we gaan nu opgenomen. Ja, oké. Okay. Okay, super, dank u wel. Ja, wie net er dat hier niet goed uit? Druiven? Ja? Meneer de Banaan? Kan zin. Mevrouw De Peer, kan ook zin, ja. Of misschien meneer Appelsien. Of toch, meneer de Appel. Hoe moet jij dat hier nu ooit oplossen? Dan kan ik dat niet alleen, hè. Ik kan ik heel veel helpen nodig. Ja, ik kan ik versterking nodig in mijn korps om die moordzaak in de fruitschaal op te lossen. Dus moest je dit aan Hostingen. En checkt voor mee te helpen zoeken. Wie dat er hier de moordenaar is in de fruitschaal, komt gerust mee op animatorscursus in de paasvakantie. Tot echt een max in en we gaan paas. We gaan hem vinden. We gaan één van die man ontmaskeren als de moordenaar van één uit de fruitschaal.